Suriname is bezig met een plan om op grote schaal aan landbouw te doen, stelt minister Pralat Sudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voor de wekelijkse ministerraadsvergadering woensdag zei de bewindsman dat Suriname niet onderdoet voor de rest van de wereld als het gaat om de agrarische sector. Wij zijn ook bezig met die grootschaligheid. En het gaat om een paar tientallen duizenden hectare. Als je praat van maïs en soja, willen we alleen onze lokale behoeften voorzien. Kip bijvoorbeeld, pluimvee. Wij voorzien slechts voor 1/3 in onze behoeften. 2/3 is import. Als ik nu plan, moet ik die importkip ook meenemen. Want de bedoeling daar is, en ik praat met vele van die ondernemers uit die sector, pluimveesector. En we geven als voorbeeld daar wat Amerika met ons doet. Borststukken houden ze voor zichzelf, de rest wordt geëxporteerd. Het slachtafval, ik zeg niet het slachtafval en ga achterhouden voor de mensen hier. Maar er is een stuk denken erachter, een stuk beleid erachter, van wat je wel ermee kunt doen. Als je nu kippen wil exporteren, gaat iedereen zeggen, we zijn voorzien in CARICOM. Maar als je de beste delen voor hun exporteert, en toerisme, zij eten meer kipfilet dan wat anders, zo spelen we in. Sudin merkt verder op dat elk product dat wordt geleverd stuk voor stuk wordt geanalyseerd, zodat het beleid van LVV daarop kan worden afgestemd. De minister zegt ook moeite te zullen doen om afgestudeerden met een agrarische achtergrond te stimuleren om in de landbouwsector te gaan werken. Kijk, jammer dat een grondzaken niet bij LVV ligt. Anders had ik ze zo kunnen stimuleren, oppakken. Maar wat er wel nu gaande is, mag ik u wel verklappen. In overleg met de president en vicepresident en zijn wij nu bezig, ben ik bezig samen met mijn collega van GBB. Stukken terreinen geef ik aan. Als je kijkt naar de bodemtypes, waar ze liggen, ongeveer een schatting hoeveel hectare. En we zijn nu bezig die gronden ter beschikking te stellen van de LVV om precies dit soort zaken op te pakken, maar ook waar die maïs en soja geplant moet worden. Wij kunnen het technisch beter beoordelen. Het is niet alleen bodemkundig. Kijk ook naar de status van water. Is er wel water in de buurt of niet? Kun je het goed draineren of niet? Naar al die situaties kijken wij. Maar aan de andere kant mag je ook niet te veel ontbossen. Het zijn allemaal zaken die meespelen. Dit plan moet binnen 2 weken zijn afgerond. Sudin zegt dat de vorige week nog met houtconcessiehouders te hebben gesproken over het beschikbaar stellen van gronden waarop er al hout is gekapt. De ondernemers gaven aan geen problemen te hebben met het gebruik van terrein voor beplanting.